Dag allemaal, gegroet, hallo. Handen omhoog en dan doen wij zo. Eén hand vooruit, de ander erbij. Dan kunnen wij klappen, vrolijk en blij. Dag lieve schatten. Het is al zo lang geleden dat we elkaar nog gezien hebben. En ik mis jullie allemaal heel erg. Nu, ons klasje is nog altijd dicht, maar daarom ga ik voor jullie een boekje voorlezen van bij mij thuis. En ik heb een boek meegebracht van Ricky het konijntje, die kennen jullie wel. En Ricky, die is bevriend met een ander dier. Maar welk dier, dat ga ik jullie nog niet verklappen, dat gaan jullie zo dadelijk horen in het boek. Dan gaan we beginnen. Kukkelekoe! Het eerste wat Ricky 's ochtends vroeg hoort, is het gekraai van de haan. Kukkelekoe! Kraait de haan. Tijd om op te staan. Na het ontbijt gaat Ricky de kippen voeren. Die wonen in hun eigen huisje in de tuin. En Ricky, die zorgt goed voor ze. Hij geeft de kippen vers water, graan en maïs. En natuurlijk ook zonnebloempitten, want daar zijn ze dol op. Ricky's lievelingskip is net zo wit als hijzelf. Hij heeft haar Mia genoemd. Ricky laat Mia zonnebloempitten uit zijn pootje eten. Haar lelletjes strijken zacht over zijn pels. Als hij de eieren heeft geraapt, gaat Ricky op hun plekje zitten. Het plekje van Mia en Ricky. Mia springt meteen op zijn schouder. Mia is een lieve, grappige kip, vindt Ricky. En met haar bek geeft ze zachte beetjes in zijn oor. Dat kriebelt een beetje. Kukkelakoe! Roept de haan weer, want hij heeft net een dikke worm gevangen. Alle kippen stormen er naartoe, behalve Mia. Zij blijft lekker bij Ricky zitten. Als Ricky met de band eitjes terugloopt, loopt Mia altijd met hem mee. Tot aan het poortje. Kakelt Mia en ze springt op het poortje, want ze wil nog een dikke knuffel van haar vriend. Dag Mia, glimlacht Ricky, tot morgen. En zo gaat het alle dagen. Maar op een ochtend komt Mia niet. Ook niet als Ricky haar heel hard roept. Mia! Mia! Ze kon zelfs niet als hij met het eetbusje schudt. Waar zou ze toch zitten, denkt Ricky ongerust. Zou er iets gebeurd zijn? Ricky wil Mia snel vinden. Hij kijkt in en onder het kippenhuisje, zoekt achter de bomen, tussen de struiken, in het hoge gras, in de wasmand, in de kruiwagen. Hij zoekt zelfs in het schuurtje tussen papa's tuingereedschap. Maar hij kan Mia nergens vinden. En dan, als hij het bijna op wil geven, ziet Ricky haar opeens zitten achter in de tuin. Ah, Mia, roept Ricky opgelucht.
Zullen we verstoppertje spelen? Kom er maar uit, ik heb je gevonden hoor. Maar Mia verroert geen veertje. En als Ricky haar op wil pakken, pikt ze in zijn pootje. Au, schrikt Ricky. Hij begrijpt er niks van. Verdrietig haalt Ricky papa die komt kijken. Ik zie het al, zegt hij. Mia zit te broeden. Ze heeft in een pootje gepikt, fluistert Ricky. Als kippen broeden moet je ze met rust laten, legt papa uit. Ze blijven dan een hele tijd op hun eitjes zitten, tot er kuikentjes uitkomen. Maar ik wil met Mia spelen, zucht Ricky. Dat kan nu even niet, antwoordt papa. De volgende ochtend gaat Ricky voorzichtig naar Mia kijken. Nog altijd zit ze stilletjes op haar plekje. Ricky haalt zijn voetbal en gaat erop zitten, net zoals Mia op haar eitjes. Uren aan een stuk blijft hij wachten. Eieruit broeden duurt wel erg lang, vindt Ricky. Omdat hij niet zo lang stil kan blijven zitten, haalt Ricky water en zonnebloempitten. Flink volhouden hoor, zegt hij tegen Mia. Mia houdt het dagenlang vol. Zelfs als het regent, blijft ze dapper broeden. Mag ik de paraplu, pap? Vraagt hij. Dat mag. En samen met Mia schuilt hij onder de paraplu tot de zon weer schijnt. En dan, na dagen en dagen wachten, hoort Ricky een piepje. Piep! En nog een paar. Piep, piep! Eén voor één kruipen de kuikentjes uit hun eitje. Eerst blijven ze nog veilig dicht bij Mia, maar al gauw worden ze nieuwsgierig en fladderen ze alle kanten uit. Mia is reuze trots op haar vrolijk piepende kleintjes. Ze neemt ze alle zeven mee naar hun plekje. Het plekje van Mia en Ricky. En van de kuikentjes natuurlijk nu. Ricky zit al te wachten. Hij is net zo trots op die gele pluizige lievertjes. En natuurlijk ook op Mia, zijn lieve, dappere kip. Zo, nu weten jullie wie de dikke vriend is van Ricky. Mia de kip. En dat was ook de titel van het boekje. Ricky en Mia de kip. Van Guido van Genechten. Tot de volgende keer, lieve schatten. Dag. En de juf is de dikke vriend van jullie allemaal.